een goede morgen. Ik ben Jenno, hier ligt onze Jules. En Jolien, die zit in bad, die was al aan het klaarmaken. Ik dacht van, ik ga een keer met Jules gaan wandelen. Het is toch zo zijn middagdutje, allez, zijn ochtenddutje tijd. Ik doe altijd, wanneer hij wakker is, geen middagdutje, maar dus bijna een uur later dat hij wakker is, een ochtenddutje noemen we het. En dan slaapt hij best wel lang, een uurtje, anderhalf uurtje. Dan wordt hij wakker, dan tegen dan is het middag meestal. Zo rond de middag. En dan eet hij zijn lunch. Om dan daarna eigenlijk weer nog een beetje verder te spelen. En dan blijft hij meestal wakker nog wel tot een uurtje of vier, drie uur, vier uur zo. En dan slaapt hij nog eens voor twee uurtjes. Dat is momenteel zijn ritme. Iedere baby heeft zo zijn eigen ritme. En ja, het is altijd wel gemakkelijk, het beste is om aan dat ritme te houden. Zodat uw baby niet ontregeld geraakt. En als dat wel zo is, dan slaapt hij bijvoorbeeld s'avonds moeilijker. Of dan is hij wat chagrijnig overdag. Of dan lukt het allemaal niet zo goed. En als je daaraan houdt, dan gaat het in de meeste gevallen goed. Dus ik ben heel blij dat hij in slaap is gevallen van de frisse buitenlucht. Het is mooi weer, echt waar. Helder blauwe lucht, zonnetje schijnt, echt zalig weer. Mooie wandeling gemaakt hier zo in onze straat. En eigenlijk was ik de straat hier nog niet uit. Dan is het padje hier langs van achter en dan gaat het slapen. Ja, onze kapoen. Ik heb hier dan maar nog een beetje genoten van de zonnestralen en nog een paar coördinaten opgeschreven. Want er is zaterdag bij ons een geocache event. En dan komen er een paar nieuwe geocaches uit in de zin van... Maar niet echt de fysieke geocaches, maar de labcaches, waar we het ook al een paar keer over gehad hebben. Het zijn eigenlijk geocaches die niet fysiek ergens liggen, maar waar je eigenlijk gewoon op de plaats moet zijn en dan via de GPS jouw vragen stuurt. Waar bijvoorbeeld, ik zeg maar iets, je moet naar de kerk lopen en bij de kerk krijg je de vraag hoeveel deuren tel je? Dan moet je een rondje rond de kerk doen en alle deuren tellen en dat dan noteren. En als die vraag juist is, dan is er een vinkje. Is het niet juist, ja, dan moet je nog eens tellen. En zo kan je dan vijf verschillende locaties doen. En als je ze allemaal juist hebt, de vragen die bij die locaties horen, dan heb je de labcache opgelost. En daarvan komen dus nu een paar nieuwe in ons dorp. En daar rond hebben we een eventje georganiseerd en dat gaat zaterdag van start. En ik had nog een coördinaat nodig over nog een laatste coördinaat die we toen vergeten waren de vorige keer op te nemen. Ik ben nu gaan opnemen en nu kan dus de labcache ingediend worden en kan die online op ons event. Volgens mij is de kans zelf wel groot wanneer deze video online staat dat je de labcaches ook al kan vinden op de geocaching app. Dus kom zeker eens langs, alleen er een paar leuke nieuwe. We zitten in de auto. Yay! Ja, Jolientje is uit bad. Ik, ja. Ik was nu zo lang in bad. Jullie waren gaan wandelen. Ik wist dat jullie al terug waren. Nou ja, dus ik dacht, ik doe rustig aan in bad. Heb je goed gelijk. Onze Jules is alweer terug wakker. Ja. En wij gaan nu naar de speelstad. Waarom? Omdat we dat beloofd hadden aan onze Jules. En omdat we dan zelf eigenlijk ook wel een keer leuk vinden om nog een keer naar daar te gaan. Dus vandaag, ik zei het al net, mooi weer. En dan denk ik dat mensen niet gaan denken om naar een speelstad te gaan. Nee. Dus dan gaat er ook wel weer redelijk rustig zijn. Maar je weet dat eigenlijk nooit. We zien het wel. Ja, het is ook maar, het is nu ook vandaag woensdag namiddag. Ja. Dus dan is dat alleen maar open in de week. Hè? Met de auto is het voor ons maar 5 minuutjes rijden. Dus het staat ons daar niet aan. Dan zijn we weer weg. Is het gesloten? Wel ja, dan is het ook niet zo heel erg. Ja. We zullen wel zien hè, hoe dat daar is. Ja. Zie je het al? Oh. Ja? Oh, dat is de mega speelstad hier, hè? Hey. Ja. Oh, dat is leuk. Ja, herkent het hier al. Was grappig, we rijden hier in de buurt en herkennen het al. Ja, we zullen wel zien wat dat ook is. We zijn gewoon enthousiast voor dat hier. Ja, ben je echt zo blij? Dat is nu wel extra excited. Ja, volgens mij herkent hij het hier. Ja, we gaan binnen. Ga maar. Ja. Let's go. Het is hier Halloween! Amai, dat is hier druk tegenover de vorige keer. Het is veel druk. Ja. En het is gek, want jij dacht dat het vandaag rustig ging zijn, maar niet dus, hè? Nee. Maar niet uit, hè? Druk is ook gezellig, hè? Beetje extra lawaai erbij. Toen al die andere kindjes hier zegt hij. Ja.
speeltuin. Ja, tot volgende week. Amai, zeg, zoveel dat je gespeeld hebt. Ja. Hé, hey. Flink hoor. Dag. Dag. Nu is er niemand meer, want het gaat recht sluiten. Allee, nog, naar huis, nog een laatste ritje, hè, Jules. Dan rijden we naar huis, hè. Goed sturen, hè. Woe. Maar niet op dat rijden, hè. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Goed sturen, Jules. Terug thuis van de speeltuin. Allee, we zijn eigenlijk al even al terug thuis, want ik heb ook al eten gemaakt. We hebben ook nog lekker gegeten en nu ligt dan Jules in zijn bedje. En ik ga nu ook dadelijk richting mijn bedje. Ik ben super moe. Zo echt, zo'n speeltuin heeft toch wel heel erg veel prikkels. Heel erg veel lawaai was er, was heel erg druk ook vandaag. Maar toch wel zo in wat de peuterzone was het echt wel gelukkig iets wat rustiger. Want het was druk in alle andere plaatsen. Dus het was echt een hele fijne dag. Ook fijn dat Jules weer al heel erg genoten heeft. Ook een heel groot verschil om hem te bekijken. Nu daar en een maand en een half geleden denk ik ongeveer toen we daar nog voor de laatste keer waren. Toen was hij ook al heel erg blij toen we daarheen gingen en zo. Maar nu was hij echt al veel zelfstandiger zelfs ook nog. Eigenlijk heeft hij bijna de hele tijd gewoon alleen aan het spelen geweest in die afgebakende peuterzone. Terwijl wij daar gewoon vlakbij ons tasje koffie aan het opdrinken waren. En je merkt ook dat hij gewoon veel beter nu ook al alles wat kon eigenlijk zelf doen. Zoals bijvoorbeeld ja, glijbaan. Hij kon er zelf ook al eigenlijk erop gaan, eraf gaan. Ja, dat vond ik ook heel leuk. Zo dat er ook zo nog zo hele toffe muurschuivers waren en zo. Want ja, maar heel leuk. Dus dat was echt gewoon heel fijn. En normaal gezien zouden we trouwens volgende week nog een keertje teruggaan naar daar. Als alles doorgaat tenminste. Dan gaan we deze keer trouwens ook niet alleen. Dan gaan we nog met ook nog iemand anders. Maar die dan over een paar dagen, over een dikke week. Of voor een week. Maar nee, het was in ieder geval het was heel tof. Ik heb ervan van nog aan het genieten geweest van de Jules ook duidelijk. En nu gaan we allemaal ons bedje in voor morgen weer een nieuwe dag. Dus ook een nieuwe vlog. Tot morgen. Ciao, ciao.